Ja, zoals gezegd is Robrecht Botuinen komen aanschuiven. Dag, meneer Botuinen. Ja, u bent Vlaams parlementslid. Het parlement moet het werk van de regering controleren. Ja. Zijn minister Schouwvliegen en haar collega Tommelijn goed bezig op het vlak van klimaatinspanningen? Wel, de Vlaamse regering heeft een aantal duidelijke ambities uitgesproken. Heeft ook een heel duidelijk klimaatbeleidsplan. Werkt aan een klimaat- en energieplan voor 2030 en een klimaatvisie voor 2050. Dus ik denk dat het qua plannen en intenties goed zit. Alleen stellen we vast dat op het terrein er nog heel veel werk te doen is. We zitten concreet achter op het terrein, mensen moeten mee zijn? Bedrijven moeten mee zijn? Het middenveld moet mee zijn? Wel, een goed klimaatbeleid kan maar werken als inderdaad iedereen mee is en als iedereen daar ook de baten van ondervindt. Het gaat, als het over klimaatbeleid gaat, te vaak over strenge normen, inspanningen. Nee, dit gaat over de manier waarop we in de toekomst willen leven, gezond willen leven, op een aangename manier willen gaan wonen. Duidelijk. Maar als ik u vraag, is de regering goed bezig? Zegt u, ja, op het vlak van de doelstellingen wel, maar men moet nog vaker achterom kijken om te zien dat iedereen mee is. Schort het daar nog? Ja, als we vaststellen dat ongeveer de helft van onze woningen ouder zijn dan 50 jaar en daar heel veel woningen nog altijd gebrekkig geïsoleerd zijn, dan zijn er nog wel wat tandjes bij te steken. Als we kijken naar de ambities in zaken elektrische mobiliteit, minister Tommelijn ging ervoor zorgen dat we op dat vlak grote stappen vooruit gingen zetten, dat er meer elektrische wagens in het verkeer gingen komen met minder uitstoot, betere luchtkwaliteit en dergelijke meer. Slecht rapport voor minister Tommelijn? Dan stellen we vast dat we daar nog veel stappen te zetten hebben. Op dit moment is 0,6% van de auto's elektrisch en dat is te weinig. Ja, slecht rapport voor de minister, maar helemaal op het einde, in uw slotwoord zegt u wel, ik ben blij met het antwoord van de ministers. Wel, ik ben blij met de plannen en de intenties. De uitdaging is nu die in de realiteit om te zetten, daar voldoende budget en middelen voor uit te trekken en er inderdaad voor te zorgen dat iedereen mee is. Voldoende budget. Ik hoor nogthans minister Schouwvliegen zeggen, ik heb al 1,5 miljard ingezet om klimaatdoelstellingen te bereiken. Nog meer geld dan? Wel, ik denk dat we inderdaad bijkomende middelen moeten voorzien voor een sterk energie- en klimaatbeleid. We hebben het allemaal over de sluiting van de kerncentrales. Dus er moet heel de begroting voor volgend jaar is gemaakt. Hè? Er moet heel wat bijkomend geïnvesteerd worden in ons energiesysteem. Dat is niet alleen vanuit de overheid, dat is ook vanuit het bedrijfsleven, vanuit de energiesector en dergelijke meer. Samen moet daar gewerkt worden en geïnvesteerd worden in een beter en nieuw systeem. Ja. Nu, uitgangspunt van uw vraag zijn onder meer de klimaatdoelstellingen die de Europese Commissie nu heeft aangescherpt. Het moet nog beter. De commissie die koppelt daar dan 7 actiepunten aan. En u vraagt aan minister Tommelijn, wat gaat u daarmee doen? En zijn antwoord is van, eigenlijk het gros van die actiepunten, die heb ik al gerealiseerd. Chaos is af daarmee. Wel, minister Tommelijn heeft inderdaad op al die punten plannen geformuleerd. En ik ondersteun die plannen voluit. Alleen stellen we dus vast dat in de realiteit op het terrein de uitvoering hapert of wel bijzonder traag op gang komt. En ik denk dat daar de minister misschien te vaak met zijn hoofd in Oostende zit en te weinig bij zijn beleid hier in Brussel. Maar goed, los van de minister, je moet iedereen meekrijgen, zegt u zelf ook. Ja. De bedrijven moeten mee, de burger moet mee. Ja, Essentia, de sectorfederatie van de petrochemische industrie, zegt een poosje geleden bij de voorstelling van zijn memorandum voor de volgende verkiezingen, Vlaanderen moet niet altijd beter willen doen dan wat Europa vraagt. Dan zit je dan met die industrie, hè? En je moet die meekrijgen. Hoe los je dat op? Hoe krijg je die mee over de streep? Wel, door in dialoog te gaan. Gisteren was ik op de petroleumfederatie, toch een sector die echt wel voor een grote uitdaging staat om zichzelf heruit te vinden in een tijd waarin we klimaatneutraal willen zijn. En bij de petroleumfederatie, bij de raffinaderijen, is er echt wel bereidheid om te gaan zoeken naar manieren om bijvoorbeeld met biogas, biobrandstoffen op een nuttige manier bij te dragen aan de klimaattransitie. En ik denk dat we daar die bedrijven, die actoren moeten gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld met de middelen in zaken onderzoek en ontwikkeling. We trekken volgend jaar 280 miljoen euro extra uit voor onderzoek en ontwikkeling in Vlaanderen. Laat ons die middelen echt gebruiken om in zaken klimaat en energie stappen vooruit te zetten. Nog één puntje. Uw partij, de CD&V, heeft nogal wat staatshervormingen mee helpen realiseren, om niet te zeggen allemaal. De Franstalige Universiteit ULB heeft een reeks seminaries gehouden over klimaat en die academici die daar dan over gedebatteerd hebben, die komen tot de vaststelling, het beleid is te veel versnipperd, is de slinger niet te ver doorgeslagen? Ik denk dat klimaat- en energiebeleid een verantwoordelijkheid is voor elk bevoegdheidsniveau. Ja, de vraag was, is de slinger niet te ver doorgeslagen? Nee, de vraag, het antwoord is nee. Omdat dus die academici vergissen zich? Elk niveau is betrokken bij die klimaat- en energietransitie. Zowel de lokale besturen als de Verenigde Naties en alles wat daartussen zit. Het is een kwestie van gezamenlijk verantwoordelijkheid op te nemen. Ik stel vast bijvoorbeeld dat een van de discussies die al 20 jaar aansleept over energie en klimaat, de kernuitstap is. En dat is een exclusieve bevoegdheid van één niveau, het federale niveau. Dat heeft niks te maken met bevoegdheidskwesties. Nee, dat is wel waar, dat heeft te maken met ideologie. Even goed, toen het voor het eerst onder paars op tafel lag, stond uw partij op de remmen.
Onder Paars zat mijn partij in de oppositie. Hadden we daar helemaal niks aan te zeggen. Mocht mijn partij toen aan tafel hebben gezeten, dan was er effectief een alternatief plan klaar om de kernuitstap mee te realiseren. Dat alternatief plan wordt op dit moment... Maar sindsdien heeft u ook al lang meebestuurd? Waarom is er verder niks gebeurd dan? Dat wordt op dit moment ontwikkeld. We hebben nu een energieplan en pact. Daar zijn stappen gezet. De doelstelling is duidelijk. Er is een brede consensus om... Inclusief kernuitstap, hoor ik. Inclusief kernuitstap. Okay, die is beslist en gestemd. Dat is duidelijk. Meneer Potuinen, bedankt voor dit gesprek. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.